Polestar. Vandaag was het de laatste dag schoolse. Voor mij morgen moet ik wel nog eventjes gaan. Maar dat is meer voor, ja, omdat ze daar ook nog een ijsje en zo gaan eten en zo. Dus dat is een beetje anders dan gewoon gaan werken. Dat is wel een beetje chill eigenlijk. Super tof eigenlijk. Ik heb ook nog een attentie gekregen van de andere school waar ik werk. Kijk, een konijntje. Heel mooi eigenlijk, mokjes en zo. Om te eten. Dus dat vind ik al leuk eigenlijk. Dus dat is wel leuk om heel vanaf december tot dan op de school te gaan werken. Dat was echt super tof. Natuurlijk ga ik volgend schooljaar gewoon terug, maar omdat ik dus in augustus een operatie ga krijgen, ga ik iets later starten. Dus dat is ook wel speciaal. Maar het is wel leuk om zo begeleid werk te kunnen doen eigenlijk op scholen eigenlijk. Dat geeft me echt wel voldoening om dat te kunnen doen, omdat je dan echt al voelt van je hebt iets door dat je door mijn beperking kan ik niet voltijds gaan werken en kan ik ook niet gewoon betaald gaan werken. Dus ben ik wel blij dat dat bestaat eigenlijk, dat we dat gewoon kunnen doen en dat we toch iets in handen hebben. Dat vind ik eigenlijk altijd wel superleuk eigenlijk. Mensen vergeten altijd wel een klein beetje dat dat ook bestaat. Dat wil ik ook nog even melden. Dat vind ik wel super tof eigenlijk. Ik doe het eigenlijk al op de ene school, doe ik het al 4 jaar. Op deze school waar ik nu vandaag mijn laatste dag heb gedraaid, ik weet dat ik geen namen noem. Is het eigenlijk doe ik het eigenlijk al in december, dus december, een paar maanden eigenlijk. En meteen voelde ik me daar ook wel heel hard thuis eigenlijk op de school. Voelde ik mij gewoon van de eerste dag al van oké, dat komt goed. Lieve juffrouw, lieve collega's. Echt wel trots daarop. Het was soms wel heel moeilijk omdat het soms op maandag moest er op de ene school zijn. En dan gebeurde het dat op dinsdag was er op de andere school. En dan woensdag kwam de kuisvrouw. En dat was soms wel heel veel. Eigenlijk dat was echt heel prikkels samen, maar toch voelde dat goed aan eigenlijk om te kunnen doen. Ik heb eigenlijk nooit echt geklaagd of gezaagd. Ik heb eigenlijk altijd met een glimlach gaan werken, ook al zonder soms op de ene school echt wel vermoeider dan op de andere school. Ik ben echt wel heel fier op mezelf eigenlijk, dat ik dit heb kunnen doen eigenlijk. Volgend jaar, dit schooljaar niet, maar het jaar daarachter, ga ik ook nog een opleiding volgen. Daar zit ik nog altijd zitten om een opleiding te gaan volgen. Dat wil dus zeggen dat echt voor mensen met een beperking eigenlijk voor een opleiding kunnen gaan werken als co-leerkracht, denk ik. Ik weet niet meer wat dat was, maar om dat te kunnen gaan volgen eigenlijk. En daar ben ik wel heel trots op eigenlijk. Dat dat ook kan, dat bestaat voor mensen met een beperking. En dat is maar 1 keer in de maand of zo dat je daar naartoe moest. Denk het wel, maar ik zal het nog wel eens een keertje apart uitleggen eigenlijk, wat dat eigenlijk precies inhoudt. Maar daar ben ik wel heel trots op eigenlijk, dat ik dat toch ook kan volgen. Ja, je ziet, ik ben moe en uitgeput, dat komt ook omdat ik gisteren met de bom heb kunnen gaan varen. Sorry dat de vlog zo lang was. Maar dat is natuurlijk zo, als je in een ballon zit, dan zie je allemaal dingetjes. En die wil je natuurlijk allemaal filmen, maar je weet niet goed van hoe of wat. En dan, ja, dat is de vlog te lang. Excuseer daarin. En ik kon het ook niet echt in knippen, omdat ik ook niet goed wist van hoe en wat. Dus sorry dat het dan zo lang is geworden. Maar ik vind het echt wel heel bijzonder eigenlijk, ook heb het echt over dat begeleid werken, dat we echt heel veel kunnen. Heel veel mensen doen dat eigenlijk met een beperking dat gaat uit van het dagcentrum. En daar ben ik echt wel heel trots op mezelf eigenlijk, dat ik dit al heel lang doe. En dat ik dat ook wel goed doe eigenlijk om met kinderen te werken. Ik vind het echt leuk om te werken met kinderen, om te communiceren met kinderen. Ik vind het echt super tof. Omdat kinderen die zijn eigenlijk altijd iets eerlijker dan sommige volwassenen samen. Als je niet moet hebben, dat je ook meteen merken. Maar als je moet hebben, dan zit je echt wel goud eigenlijk. Dat is echt fantastisch eigenlijk. De kinderen hebben ook vandaag op school applaus gegeven voor mij. Omdat ik die maanden heb gewerkt. En dat vind ik echt al super tof eigenlijk.
ondanks dat je dus op de school, dat was het eigenlijk een beetje lastig, vrij niet wat betaald, is toch altijd leuk om een kind te zien lachen, want een kind dat lacht, dat is eigenlijk nog het meeste waard dan eigenlijk iets anders. En vind ik echt wel trots op mezelf eigenlijk dat ik dat doe. En wat moet ik zo wat doen op school? Ik ga een algemene uitleg geven, ik ga niet echt zeggen of dat of dat. Ik doe de jasjes uit op school, ik doe de kindjes helpen naar het toilet. Ik doe knutselen, ik heb al heel veel dingen gemaakt, zoals deze bijvoorbeeld, wacht hè. Deze hebben we op school voorkeur gemaakt, dat was toen met kriebeltjes, dacht ik dat het was, dat we gras moesten maken. Ja, ik heb de kriebeltjes niet op het gras staan, want ik ga maar één keer in de dingen. En ik moest het echt uitleggen, dat was het met knikkers en zo dat we dat moesten gaan doen. Dus dat hebben we ook gemaakt. Moederdag en vaderdag heb ik ook van alles geknutseld. De knutseltjes kan ik hier niet laten zien, maar die hebben jullie waarschijnlijk al zien passeren in de vlog. Die heb ik aan Elga gegeven, Silken, Metap, de buren. Die leuke dingen allemaal, dus dat is echt wel heel tof. Dus ik leuke dingen allemaal om te bewaren eigenlijk. Ik ga ook dit konijntje bewaren. Ik hoop alleen dat ik met dat konijntje niet verhaat waar ik werk. Maar ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar er zullen nog wel scholen zijn, wat dat is zeker. Maar ik vond het wel leuk om dat even te zeggen. Dus ja, morgen ga ik met de andere school een ijsje gaan eten. En ja, dat is super tof eigenlijk om dat te doen. Echt toffe collega's ook op de andere school. Dus heb je daar nog vragen over of mijn begeleid werk, laat even weten. En ik wil er zeker en vast op antwoorden. Dus ja, wat krutsen nog doen we dan op school. Ja, jasjes terug aandoen, spelen op de speelplaats. Dat is vooral toezicht op de speelplaats dat ik ook tegenwoordig doe. Ja, echt heel veel dingen. Ik heb echt al heel veel geleerd. Dus daarmee dat je opleiding ook wel niet heel slecht is om te doen. Nog kun je wel een beetje bijleren, maar ook het feit dat ik er zo ervaring aan heb, ben ik wel zeker van. Dan heb je zo echt wel iets op papier. En dat vind ik echt wel super leuk als je zo'n papier kunt laten zien aan de mensen. Dus dat vind ik eigenlijk het leukste van allemaal. Dus ja, ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat we allemaal een beetje doen. Omdat ik niet echt vandaag iets kan vloggen. Want ik weet niet wat ik moet vloggen. Want er is niets op het programma eigenlijk om te vloggen vandaag.